Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijs als Sijs. Mijn naam is Linda Lea en ik neem jullie mee op een reis door geen taal, cultuur, geschiedenis, mythes en anekdotes op zoek naar de oorsprong van zowel dagdagelijkse als opmerkelijke woorden in de Nederlandse taal. Dit programma is een ode aan het levenswerk van professor Dr. Nicolien van der Sijs. Zij is etymologe en taalkundige aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Haar nuchtere visie op taalevolutie en taalfenomenen kan ons helpen om een wijze houding aan te nemen ten opzichte van taalgebruik. Want zo stelt Dr. van der Sijs, verandert een levende taal namelijk elke dag een klein beetje door de interactie tussen mensen onderling en de relatie tussen mensen en hun omgeving. Vandaag wil ik even stilstaan bij de oorsprong van het woord carnaval. Dit weekend zijn er overal carnavalstoeten gestart over heel de wereld. Met als hoogtepunt natuurlijk Mardi Gras of Mardi Gras, zoals ze zeggen in New Orleans. Of bij ons gewoon vette dinsdag. Maar vanwaar deze traditie om 3 tot 4 dagen lang stevig te feesten? En waarom moet dit altijd eindigen op een dinsdag? Volgende week, woensdag 2 maart, is het Aswoensdag. Aswoensdag is de eerste dag van de jaarlijkse katholieke vastenperiode en eindigt 40 dagen later op de zaterdag voor Palmzondag. 3 dagen voor Aswoensdag mag er dus feest gevierd worden met een hoogtepunt op Vette Dinsdag, waarop mensen traditioneel nog even feestelijk hun buikje rondaten met hoogcalorisch voedsel en drank. Vandaar de benaming Vette Dinsdag, of in het Frans Mardi Gras. Sommige gerechten zijn tradities geworden in hun eigen recht. In New Orleans, of New Orleans, letterlijk het Nieuwe Orléans, heb je de traditie van de King's Cake, of de Koningstaart. Nu is het de bedoeling dat er op een Mardi Gras feest de gastpersoon deze taart serveert aan hun gasten, en wanneer elke gast een stukje heeft ontvangen, dan gaat iedereen op zoek naar de baby. Een beetje vergelijkbaar met de traditie van het zoeken naar de boom of de centjes in een driekoningentaart, maar dan een beetje luguberder. Voor de mensen die er pas zijn bijgekomen, welkom en loop alsjeblieft niet weg, want we hebben het hier niet over het bakken van echte baby's in taarten, maar over poppetjes die sinds de jaren 40 zijn toegevoegd aan deze King's Cake. Aanvankelijk werden die gemaakt uit porselein, maar de laatste decennia worden die vervaardigd uit plastic. Deze poppetjes verwijzen eigenlijk naar het kindje Jezus. En er wordt gezegd dat de persoon die dit poppetje of kindje Jezus vindt in hun stukje taart, dat jaar voorspoed en geluk zal kennen. De persoon die deze baby in hun taart vindt, wordt de nieuwe koning. Als volgende gastpersoon mag de koning het jaar daarop het carnavalsfeest hosten. Deze traditie werd wellicht in 1870 meegebracht vanuit Frankrijk naar Louisiana. Louisiana is een voormalige Franse kolonie genoemd naar Louis XIV. Jawel, die Louis, de zonnekoning. Een recente traditie is het omvormen van Vette Dinsdag naar Pannenkoekendinsdag of Pancake Tuesday. En als je je afvraagt waarom er zoveel pruimentaarten liggen altijd rond deze tijd van het jaar bij de bakkers in hun etalage, dan kan ik je verklappen dat er traditioneel gezien op Aswoensdag altijd pruimentaart werd gegeten omdat deze zo licht verteerbaar is. Want het is eigenlijk de bedoeling voor christenen in het algemeen, maar specifiek voor Rooms-Katholieken, dat ze in deze periode gezonder, maar zeker ook minder gaan eten en drinken. En wanneer het gaat om drinken, bedoel ik natuurlijk niet water, maar geestrijke, suikerrijke dranken. Kortom, stilstaan bij alles wat ongezond is voor ons lichaam. En het is de bedoeling dat we kunnen weerstaan aan deze verleidingen die eigenlijk een nefaste invloed hebben op ons lichaam en daardoor ook op onze geest, op ons milieu
en ook onze relatie met onze medemens. Want door even stil te staan bij ons consumptiegedrag, dus letterlijk bij de dingen die wij consumeren, tot ons vlees, tot ons lichaam nemen, dan moeten wij eigenlijk nadenken over wat is er nu essentie en wat is er luxe. En door na te denken over deze zaken, dan kom je vanzelf tot een gezondere relatie tot God. Of dat is toch althans de bedoeling. Vanwaar dan dit laatste bacchanaal tijdens carnaval? Gulzigheid wordt toch helemaal niet gestimuleerd of aangemoedigd door de katholieke traditie. En ik zeg katholieke traditie, want carnaval als woensdag en vastenperiode is voornamelijk een Rooms-katholieke traditie. De protestantse, een deeltje van de protestantse gemeenschap kent deze traditie ook. En de orthodoxe gemeenschap viert ook een jaarlijkse vastenperiode, maar die valt op een ander moment in hun kalender. Dus nee, gulzigheid en losbandigheid worden helemaal niet gestimuleerd in de katholieke traditie. Maar net als Pasen en Kerstmis is carnaval een gekerstend feest. Wat wil dat zeggen, een gekerstend feest? Dit wil zeggen dat christenen een bestaand religieus feest hebben toegeëigend en hervormd om op die manier hun eigen ideeën te kunnen doorgeven. Op die manier hebben ze veel gemakkelijker mensen kunnen bekeren, want in plaats van bestaande feesten, religieuze feesten, te gaan veroordelen en te gaan verbieden, hebben ze die gewoon een nieuwe religieuze invulling gegeven. En op die manier is het christendom erin geslaagd om veel sneller en veel wijder hun gedachtegoed te verspreiden. Volgens de editie uit 2009 van het etymologisch woordenboek van het Nederlands is het woord carnaval ontleend aan het Franse woord carnaval of het oudere carneval uit de 16e eeuw. En dat is dan weer afkomstig van het Italiaanse carnevalo uit de 13e eeuw. Dit woord zou ontstaan zijn uit de vaste verbinding van het middeleeuws Latijn carne levare, wat zoveel betekent als het wegnemen van het vlees. Mensen namen dit letterlijk door minder of geen vlees meer te eten, maar in de figuurlijke betekenis gaat het om aardse of materiële verleidingen weg te nemen van ons vlees, met andere woorden, van ons eigen lichaam. De carnavalsperiode valt eigenlijk een beetje samen met de eindejaarsfeesten en de nieuwjaarsfeesten uit de oudheid. Want zoals we hebben gezien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wijs als Zijs, namelijk de aflevering over de herkomst van het woord januari, vierden mensen traditioneel gezien het nieuwe jaar in de lente. Vandaar dat de carnavalsperiode gelijkenissen vertoont met feesten zoals de Romeinse Saturnalia-feesten. Deze feesten werden traditioneel gevierd op het einde van het jaar ter ere van de god Saturnus. En tijdens deze periode werd gek doen, dansen, overmatig drinken en eten aangemoedigd. Rollen werden omgedraaid in de maatschappij en narren kregen de toestemming om edellieden en geersers en iedereen in de maatschappij belachelijk te maken. Tot slaafgemaakte mensen die werden in deze periode ook bediend door hun eigen meesters. In de 13e eeuw vervaagden de grenzen tussen de klasses nog meer door de toevoeging van maskers. In Venetië vonden er tussen 26 december en Vette Dinsdag allerlei feestelijkheden plaats en door hun gelaat te verstoppen achter maskers konden zowel rijke als arme mensen hun fantasieën uitleven. Mij lijkt het dat door de versoepeling en zeker de afschaffing van een aantal COVID-maatregelen heel wat mensen 40 dagen zullen nodig hebben om na te denken over hun komende uitspattingen van de volgende dagen, laat staan hun uitspattingen die al gepasseerd zijn. Maar zwart, vasten, afstand doen van overdaad, zelfreflectie, dat zijn allemaal concepten waar iedereen zich kan achterstellen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Want vandaag de dag
is het belangrijk dat wij dagelijks stilstaan bij ons consumptiegedrag en of we de dingen echt nodig hebben die we zo fel beheren. Tot slot kan ik jullie nog vertellen dat het Nederlandse woord lente afkomstig is van het Oud-Engelse lengten. Want lent is het Engelse woord voor de vastenperiode, maar de oorsprong verraadt eigenlijk een veel oudere naturalistische insteek. Want lente of lengten betekent eigenlijk letterlijk het langer worden van de dagen. Want de natuur die begint opnieuw te ontwaken en begint opnieuw voedsel te produceren om ons in leven te houden. Na een koude winter, waar we misschien ontbering en bezuiniging hebben gekend, is het toch belangrijk om even stil te staan bij het fragiele evenwicht tussen onszelf en de aarde. En om ervoor te zorgen dat we toch minstens evenveel teruggeven als dat wij nemen. Tot slot hoop ik dat jullie van carnaval zullen genieten. Als jullie het vieren, vier het alsjeblieft met mate. Over enkele weken zien we elkaar terug voor een nieuwe aflevering van Wijs als Sijs. En ik zie jullie graag. Tot dan.